Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is zondagochtend, nog steeds belachelijk vroeg. Daar ga ik zo meer over zeggen. Mijn naam is Vidioot. En ik ben echt een fanboy, een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste, allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Waarom ben ik zo vroeg op? Nou, de katten maakten me wakker. Die hadden trek, denk ik. Of misschien waren ze gewoon irritant aan het doen. Dus het is echt iets van 4:30 zondagochtend. En in dit geval vind ik het helemaal niet erg om vroeg op te zijn. Ik vraag me trouwens af hoe onze burgemeester dat doet. Zou zij iemand zijn die heel vroeg opstaat? En hoe wordt zij wakker? Zet ze een alarm? Wordt ze wakker gemaakt door de hond? Zet ze een alarm op de telefoon? Gebruikt ze een wekker? Ik word over het algemeen uit mezelf wakker. En het eerste wat er dan moet gebeuren is de keuken op orde en dan de katten. Dat is mijn eerste klusje. En ik ben een beetje aan het kwakkelen met mijn gezondheid. Ik heb iets vreemds onder de leden, mevrouw de burgemeester. Ik voel me overdag prima, dus vanaf 's morgens vroeg tot zeg maar laat in de middag. Maar laat in de middag gaat het helemaal mis. Dan krijg ik vreselijk hoge koorts. En kruip ik rillend mijn bek in. En het is gisteren weer gebeurd. Het gebeurt niet iedere dag, maar gisteren gebeurde het weer. Ik had een prima dag. Ik had goed gegeten. Ik had gezond gegeten. En rond de uren 4 of 5, kwak, hoge koorts. En toen lag ik dus weer te rillen in mijn bed. Vreemd, heel vreemd. Daar gaan we het zo ook meer over hebben. Ik zat een beetje te denken aan, wat is nou de ideale zondagochtend? En de ideale zondagochtend voor mij, en voor mij betreft, hoeft het niet per se zondagochtend te zijn. Misschien is het beter om het de ideale ochtend te noemen. Ik vind het heerlijk om heel vroeg op te staan. Ik ga ook altijd vroeg naar bed. Het is heel gezond ook voor je. En dan heb ik 's morgens, dan heb ik tijd voor mezelf. Niemand is wakker, dus het is heel stil. Ik geef die katten wat te eten, die laten mij met rust. En dan heb ik gewoon een paar uur lang voor mezelf. En in het weekend is dat natuurlijk helemaal ideaal. Want dan is dat kind of werken, of dat kind is aan het uitslapen. Dus dan heb ik echt gewoon de hele ochtend voor mezelf. Als je dan inderdaad wakker bent vanaf een uur 4, 5, ja, dan heb je gewoon bijna 8 uur voor jezelf. Dat is absoluut de droom. En hoe vul ik dan zo'n ochtend in? Nou, ik ga wat reclame maken. Ik word niet betaald door deze mensen. Dit zijn de meesterslijpers. En die zitten in de Kinkerstraat in Amsterdam-West. En zij zijn een kookwinkel en inderdaad een messenslijperwinkel. En ze verkopen daar alle kookspullen, wat meer luxe, aparte kookspullen, die je maar kunt voorstellen. Het is echt prachtig. Prachtig mooie houten planken, prachtig mooie snijmessen, prachtig mooie pannen, borden. Ik kan zo gek niet verzinnen. En ik kom hier echt al jaren. Ik ga zeggen sinds begin jaren 90. En het is sowieso heel bijzonder. Natuurlijk dat een winkel 25 jaar, wat zeg ik, langer. 30 jaar kom ik hier al. Het is echt onvoorstelbaar. En er werken inderdaad een paar mensen. Die ik nu jaren ken, weet je wel. En oké, meesterslijpers. Ik zou zeggen, ga er een keer kijken. Bekijk hun website. En als je dan hun website bekijkt, dan kom je deze tegen. Deze heb ik gekocht. Dit is een gietijzeren theepot. Een Japanse theepotje. Kijk, prachtig, met zo'n die ribbeltjes. Er zit een filter in, dus daar kun je verse thee mee maken.
En ik heb de kleine gekocht. En er staat hier: lekker klassiek thee zetten. Met een stevige gietijzeren theepoort. Wordt in Azië al eeuwenlang gebruikt. Thee blijft lang heet, dat klopt. En wordt niet smakeloos of bitter, dat klopt ook. Staat hier: elke theepoort wordt met de hand gemaakt en is daardoor uniek, leuk. En er zit dus een filter in waarmee je verse, dat filter kun je er ook uithalen. Hè? Dan kun je er een theezakje in doen. Ik vind dat alleen niks. Staat hier 0,8 liter voor 2 à 3 koppen. Ik weet het niet. Ik drink er glaasjes thee mee. En ik haal er echt wel 5 kleine glaasjes uit. En dan staat er hier: geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie. Ja, dat zou ik niet doen. Ik zou dit prachtig mooie potje niet op een warmtebron zetten. Dat is ook helemaal nergens voor nodig. En weet u wat dan zo lekker is, mevrouw de burgemeester? Dan heb je dus een paar uur voor jezelf. Dan kun je rustig op je gemak een heel potje thee drinken. Ja. Hoe vaak krijg je de kans om dat te doen? Zonder dat die kinderen aan het jengelen zijn. Zij zijn er twee. Twee van die tieners op die telefoons. Waar is mijn oplader? Weet ik niet. Ik wilde. Heb je mijn rode trui gezien? Die trui die je aan hebt is toch rood? Nee, mijn andere rode trui. Weet ik niet. Mama wilde even dit potje thee. Ik wil me opladen. Oké, ik kom eraan. Dus ja, zij zal weinig kans hebben om echt rustig op haar gemak een hele pot thee te drinken. Die arme vrouw, die heeft helemaal nergens tijd voor. Die wordt geleefd. Ik vind het zo zielig voor haar. Anyway, dus 's morgens in je eentje, weet je wel, als het doodstil is. Lekker een heel potje thee. Dat is lekker. En dan heb ik er zo een. Die heb ik ook een tijd geleden gekocht. Kijk, hier staat hij in 3 kleuren. Volgens mij heb ik deze, maar ik heb hem in het rood. En wat ik dan doe is, want ik vind handpers leuk. Dan doe ik 1 hele grapefruit. 1 hele, volgens mij heet zo'n ding een Minola. En dan een halve citroen. En als ik dan dat erin giet en mijn potje thee heb gehad, ja, dan doe ik het prima. Dan ben ik helemaal niet ziek, niks niet. Voel ik me fantastisch, kan ik de hele dag voort. Tot het einde van de middag en dan word ik ineens doodziek. En dan zat ik een beetje mee in mijn maag en ik dacht, goh, wat heb ik? Wat zou ik hebben? En toen kwam ik dit tegen. China virus. New Chinese virus. Coronavirus. Ik weet niet of u het nieuws gevolgd heeft, maar er is een of ander eng nieuw virus gevonden in China. En er zijn 2 mensen aan overleden. En volgens de BBC zijn er naar schatting 1700 mensen met dit nieuwe virus besmet. Daar ben je niet vrolijk van. Dus ik denk, zou ik dit hebben? Weet je? Want wat er staat is dat de verschijnselen zijn. Hier. Het is een variant van het coronavirus. Er zijn er meerdere. De symptomen van het coronavirus kunnen uiteenlopen. Van verkoudheid tot een levensbedreigende longontsteking. En toen dacht ik, nee, dat heb ik niet. Ik heb koorts. Dus dat is mooi. SARS is bijvoorbeeld een coronavirus. Dat moet je niet krijgen. Daar zijn flink wat mensen aan overleden. Dat is echt heel, heel venijnig. En een van de dingen die ik het leukste vind om te doen op dit kanaal, zijn filmreviews. Soms met spoilers, soms zonder spoilers. En dan probeer ik altijd een beetje films te kiezen die mensen misschien gemist hebben. Weet je, films die misschien niet heel veel bioscoop-aandacht hebben gehad. Of films die helemaal nooit in de bioscoop zijn geweest. Burgemeester Halsema bijvoorbeeld is dol op Amerikaanse films en Amerikaanse series. Ze loopt ook op haar collega's af en op journalisten af. Ze van, hey, heb je die en die serie gezien? Die moet je gaan kijken. Ze is daar heel erg goed over geïnformeerd, van op de hoogte mee. Want ze weet precies welke nieuwe films en series eruit komen en zo. Ik heb dat ook een beetje. Ik wil niet mijn kennis gaan testen of meten met die van burgemeester Halsema. En ja, god, ik voel me niet lekker.
En ik heb mijn thee gehad. En ik heb mijn sap gehad. En ik was aan het lezen over dat vreemde nieuwe Chinese virus. En dat er al zoveel mensen besmet waren. Ik denk, god, als ik dat maar niet heb. Maar gelukkig, hè, dat kan niet. Er staat hier niks over koorts. En verkouden ben ik niet. Dus ik denk, is er niet een leuke, beetje winterdepressie-achtige film waar heel veel mensen ziek worden? En ik wist meteen welke. En dat is deze film. Contagion. En Contagion, nee, laten we maar kijken. Healthcare professionals, government officials and everyday people find themselves in the midst of a worldwide epidemic as the CDC works to find a cure. En er zitten allemaal hele bekende acteurs in. Ik heb geen idee hoe de film het deed, of het een succesvolle film was of niet. Maar ik vind hem heel erg goed. Ik vind hem een moderne klassieker. Ik heb hem al vaker gezien. En ja, hij wordt eigenlijk iedere keer beter. Het is een, hier zien we er meer. Contagion is een 2011 American Medical Disaster Thriller film. En een ensemble cast met Marion Cotillard. Oeh, dat je niet moet klikken, domme jongen. Matt Damon, Bryan Cranston, Lawrence Fishburne, Jude Law en Gwyneth Paltrow. En Kate Winslet en Jennifer Ehle. Ik vind haar ook een goede actrice. Ik vind Kate Winslet ook een goede actrice. En ze is echt een geweldige goede film. De muziek is fantastisch. Het verhaal is fantastisch. Speelt zich af in meerdere landen. De muziek is heel bijzonder. De muziek is een soort, het is een soort beetje onheilspellende electro. Beetje house-achtige pop. Iets wat je nog niet zo snel in een thrillerfilm tegen zou komen. En komt hij aan? The plot of Contagion concerns the spread of a virus transmitted by fomites. Dat is een inanimate object that when contaminated with or exposed to can transfer disease to a new host. Fomites is, dat laat je achter als je met je handen ergens aan zit. Dus alle liftknoppen, drukken op knopjes in de tram en bus, op je telefoon, iedere keer dat je aan je gezicht zit, et cetera. Attempts by medical researchers and public health officials to identify and contain the disease, the loss of social order in a pandemic, and finally the introduction of a vaccine to halt its spread. En we volgen several interacting plotlines. The film makes use of multi-narrative hyperlink cinema style. Leuk. Hartstikke leuk. Oh, hier staat het. De film kostte 60 miljoen en heeft 135 miljoen verdiend at the box office. Volgens mij is dat best goed. Het was een kleinere film. En een van de meest bijzondere dingen aan de film, of een van de meest leuke extra's aan de film, is deze mevrouw, Gwyneth Paltrow. Ik kan haar bloed wel drinken. Ik vind haar een van de meest afschuwelijke mensen die er is. Zij heeft een of andere wazig website. En dat website dat heet Oop, OOP of zoiets, of Goop, G-O-O-P. En daar kun je, weet ik niet, niet zoals bij de meeste slijper, allemaal leuke producten vinden, et cetera. Maar hele pretentieuze producten, dus bijvoorbeeld, een zeep die gemaakt is van, weet ik niet, het zweet van babyzeehondjes of iets in die richting. Hele dure, vervelende producten en Gwyneth Paltrow, een beetje vervelende, nare persoonlijkheid. Die een keer in een interview zoiets zei van, ja, sorry, maar ik heb geen idee hoe het is om maar $100.000 per jaar te verdienen. Sorry, dat verdien ik niet. Ik verdien veel meer. Ik heb gewoon geen idee hoe dat is.
hele hote en arrogante vrouw. Niet zoals onze burgemeester. Weet je, die begrijpt dat sommige mensen gewoon minder te besteden hebben. Maar Gwyneth begrijpt dat niet helemaal. Anyway, zij speelt een lawyer. Returning from a Hong Kong business trip. En dan stopt ze in Chicago. En daar gaat ze vreemd. En zo verspreidt ze dat virus. En zij gaat vrij rap aan het begin gewoon meteen hartstikke dood. Ik verzin het niet. En dit is een spoiler. Spoiler alert. Wat ze dan doen is, dan snijden ze de schedel open. En ze, heel raar, Gwyneth Paltrow, die speelde vroeger hoofdrollen, tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar in Marvel films, geloof ik. En zelfs daar gaat ze mee stoppen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Maar dit is de film waarin Gwyneth Paltrow meteen doodgaat. En haar schedel wordt opengesneden. Heel creepy, heel creepy, heel creepy. Ik heb hier wat fotootjes. Dat valt een beetje vies tegen. Dit is wanneer Gwyneth Paltrow aan het doodgaan is. Dat is vrij een begin. Ze speelt maar een hele kleine rol. Zij is een soort patient zero of zoiets. Of patient 1 is zij. Fantastisch spannende film. En gezien dit nieuwe enge Chinese virus ook heel kuddend. Nee, dus als je even lekker wil griezelen en je zorgen wil maken om enge virussen waar geen enkel medicijn tegen bestand is. Of enge virussen die overspringen van mens naar dier. Sorry, andersom, van dier naar mens. Zoals dat coronavirus. Dan is dit de film om te gaan kijken. Ik vind hem absoluut fantastisch goed. Puntje van je stoel, van het begin tot het eind. Kun je dit kijken met kinderen? Ja, ja, ja. Het is heel educatief. En heel leerzaam. Het is vrij waarheidsgetrouw allemaal gedaan. Het blijft natuurlijk een film. Het is geen documentaire. Maar nee, fantastisch goed. Echt fantastisch goed. Lawrence Fishburne zit er ook in. Hij is ook een heel goede acteur. Mevrouw Halsema, kent u Contagion? Die moet u gaan kijken. Dat moet u doen. Echt waar. Het is zondag. Wie weet bent u zowaar een keertje vrij. Ik zou zeggen, negeer die kinderen. Die zitten toch de hele dag op hun telefoon niks te doen. En dan vroeg opstaan. En een lekker potje thee. En wat sap. En dan niet doen wat ik doe. Niet allemaal depressief nieuws gaan lezen. Want dan is je hele dag fysiek. Helemaal als je de burgemeester van Amsterdam bent. En dan Contagion gaan kijken. Dat is mijn advies voor u voor deze zondag. Het is weer een zeer bewogen week geweest in die waardeloze stad die Amsterdam heet. Met ditmaal een verdacht pakketje voor een Joods restaurant, waar al veel incidenten geweest zijn. En de explosieve opruimingsdienst. Jee, nog meer explosieven in Amsterdam. Daar zitten we echt op te wachten. Heel depressief werd ik ervan. En ik zag het vanmorgen pas. Dus daarna ben ik gewoon naar mijn ritueeltje gegaan. Kopje thee, beetje sap. Zoeken wat er mis met me is. Toen werd ik nog depressiever. Maar nu niet meer. Nu ben ik niet meer depressief. Want ik ga deze film kijken. En heb ik er 2 uur heerlijk naar mijn zin. Rook er een sigaretje bij. Neem er een bescheiden ontbijtje bij. En dan heb ik een absolute superzondag. En dan een beetje afwachten wat er vanavond gaat gebeuren. Maar kent u Contagion? Wat vond u ervan? Vond u hem goed? Hoe laat bent u meestal wakker? Of hoe vroeg bent u meestal wakker op zondag? Dat zou ik willen weten. Het zou geestig zijn als Femke Halsema nu ook op wakker is. En dat de burgemeester nu ook lekker aan de thee zit. Weet je wel? En denk van, goh, ik ga een thriller kijken of zo. Lekker in mijn eentje. Dat zou leuk zijn. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Contagion uit 2011. Fantastisch leuke en hele spannende film. Dankjewel voor jullie tijd en tot de volgende keer.